De Vrije Kleuter en Lagere School de Wille in Schoonbeek in Bilze. Minstens twee kleuters hier raakten besmet met hepatitis A of geelzucht, bevestigt huisarts en schepen van gezondheid in Bilze, Luc Hendricks. We hebben twee besmettingen vastgesteld en herkend, om zo te zeggen. En voor de rest worden kinderen met symptomen nagekeken. Gelijkaardige klachten zijn nog voorgekomen, maar er is nooit een bevestiging geweest van een nieuwe hepatitis. Wat betekent hepatitis A eigenlijk juist? Hepatitis A, dus hepatitis is eigenlijk een, een leverontsteking, wordt veroorzaakt door een virus. En dat virus wordt overgedragen eigenlijk via voeding of lichaamsvochten. Dus als mensen, nadat ze naar het toilet geweest zijn, goed hun handen wassen en de klinken ontsmetten, is het risico op besmetting al heel beperkt. De zaak dateert van voor nieuwjaar en de nodige maatregelen zijn genomen, benadrukt Hendricks. We hebben dus vlak voor de kerstvakantie, was er iemand ziek, die diagnose is dan tijdens het kerstverlof gevallen. De school is geïnformeerd. De kinderen die langdurig in de opvang samen geweest zijn met die zieke kindjes, daar zijn de ouders ook van geïnformeerd. Ze hebben allemaal een schrijven gekregen en zijn op de hoogte gebracht van wat er moet gebeuren op het moment dat er klachten zijn. De huisartsen in de buurt zijn ook op de hoogte. En sindsdien zijn er ook geen nieuwe gevallen geweest. Er is vrij snel opgetreden, de juiste stappen zijn gezet. Ouders zijn geïnformeerd dat ze hun kinderen kunnen vaccineren tegen hepatitis A. De besmetting hoeft trouwens niet gevaarlijk te zijn en geneest meestal na enkele weken vanzelf. Hepatitis is een ziekte die eigenlijk spontaan geneest ook. Het heeft meerdere weken nodig. Mensen geboren in de jaren 60 en vroeger, Wij, onze bevolking hebben dat allemaal meegemaakt in hun jeugd. Dus, uh, we zien het vooral ontstaan na vakantieperiodes, het is nog een ziekte die endemisch voorkomt in het Middellandse zeegebied, wordt ook vaak meegebracht na vakanties vanuit het Middellandse zeegebied. In Oost-Europa komt het ook nog wel wat voor, dus in de vak na vakantieperiodes zijn we er altijd alert op als kinderen ziek worden, zou het mogelijk toch geen hepatitis zijn, als ze in dat gebied verbleven hebben. De directie van de school in Schoonbeek zegt ook weten te hebben van andere scholen in de regio waar hepatitis A is opgedoken.